Het ministerie van LVV heeft vandaag de tweedaagse regionale workshop over het beheer van garnalen en visbestanden afgesloten. Dit is de derde keer dat zo'n workshop is georganiseerd. Het doel is om te komen tot een regionaal visserijmanagementplan voor de hele regio. Dit plan is specifiek voor de North Brazil Guyana's Shelf. Die bestaat uit Trinidad en Tobago, Guyana, Suriname, Frans-Guyana en Brazilië, zegt Rajis Asraf. Hij is hoofdbeleidsmedewerker van het ministerie van LVV. Hij geeft aan waarom dit regionaal visserijmanagementplan nodig is. Kijk, vissen die blijven niet op één plaats. Hè. Ze zijn in het water en ze verplaatsen zich. En ze verplaatsen zich. Vandaag zijn ze in Suriname, morgen kunnen ze in Guyana zijn en overmorgen weer in Brazilië. Dus daarom is het belangrijk dat wij onze visstok, ja, dus de visserijhulpbron die wij hebben, goed managen. Ja? En het is belangrijk dat jij als land ook een managementplan hebt voor jezelf, maar het is ook belangrijk dat je kijkt van wat doen jouw buurlanden, ja? Hoe is het in de regio en hoe kunnen wij dus samen ervoor zorgen dat wij een gezonde visstok hebben. Asraf zegt verder dat Suriname op de goede weg is als het op visserijmanagement aankomt. Het ministerie van LVV had reeds een managementplan dat geldig was van 2014 tot en met 2018. We zijn dus nu bezig met het updaten van deze visserijmanagementplan. Dat is al in proces en wij hopen dus nog begin eerste kwartaal volgend jaar onze herziene visserijmanagementplan in orde te hebben. Al de landen hebben een soortgelijk visserijmanagementplan. Wij moeten komen tot een regionaal visserijmanagementplan. Dus daarvoor, en dan is er vooronderzoek gedaan van hoe is de visserij in Suriname, hoe is het in Guyana, hoe is het in Frans-Guyana, hoe is het in Brazilië, ja, hoe is het in Trinidad. En al deze onderzoeken, al deze rapporten worden dus bij elkaar gebracht, gepresenteerd en aan de hand van de presentaties wordt er dus dan gewerkt aan een regionaal visserijmanagementplan. Ja, dus dat moet deze meeting eigenlijk bepalen. Wij werken er steeds aan om een regionaal plan te hebben van 4 tot 5 jaren. Ja? Dat is gangbaar, dat wij dus eentje hebben van 4 tot 5 jaren. En daarna moet het dus dan op gezette wijze, gezette tijden, moet dat dus dan herzien worden. Rajis Asraf, hij is hoofdbeleidsmedewerker van het ministerie van LVV. Hij sprak vanmorgen bij de afsluiting van de tweedaagse regionale workshop over het beheer van garnalen en visbestanden. De workshop is gehouden in de ballroom van Torarica.